Welkom bij een nieuwe aflevering van Alles Kids, het programma waarin ik als jonge vrouw de komende maanden probeer te achterhalen aan wat ik me zowel kan verwachten als ik mama zou worden. Voor alle duidelijkheid, dat is nog niet het geval, mama, geen paniek. Maar toch, vandaag heb ik het over spraak- en taalontwikkeling. Leuk en lief toch om baby's te zien communiceren met elkaar. Hè. Dag Nele Wouters van Kind en Gezin. Hallo. Kan jij begrijpen over wat ze bezig waren net? Ik weet niet wat ze precies zeggen, maar alleszins zijn ze heel blij dat ze met elkaar praten en contact staan met elkaar en ze vinden het heel grappig. En dat is heel fijn om te zien. Ja. Als we even beginnen bij het begin. Een baby wordt geboren en het kan eigenlijk vooral luisteren op dat moment. Hè? Ja, als een baby geboren wordt, hè, die oortjes die werken en ook al begrijpen die niet meteen wat er gezegd wordt, ze luisteren wel heel graag naar alles wat er in hun omgeving beweegt. En ze herkennen ook al wel de stem van de mama of van partner of van stemmen die heel vaak al tijdens de zwangerschap gehoord werden in de buik. Ja, dus, ja, dus de baby hoort eigenlijk al vanaf het moment dat het in de buik zit. Ja, hè, die laatste maanden, hè, die zintuigen ontwikkelen, sowieso als je in de buik, dat houdt maar heel weinig tegen van wat er echt qua geluiden in de omgeving gebeurt. Dus die zijn wel heel ontvankelijk voor die geluiden en herkennen ook wel na de geboorte al meteen bijvoorbeeld de klank en de klankkleur van de mama of van de ouders of van de kinderen in het gezin. Ja, baby's houden er ook wel van als je al meteen veel tegen hen praat vanaf het prille begin eigenlijk. Hè. Waarom is dat zo belangrijk? Baby's, voor een baby is een ouder, klinkt als muziek in zijn oren. Die mimiek van praten, dat contact leggen, eigenlijk maak je zo'n band met je kindje en toon je, ik zie jou, ik zie wat jij doet. En dat gebeurt heel snel. Hè. Een baby kan in die eerste weken vooral enkel maar huilen om zich kenbaar te maken wat hij wil. Maar als ouder kan je dan door sussende woorden te gebruiken of door net een beetje mee te keren of de geluidjes te spiegelen, zo kan je wel duidelijk maken aan je baby, wij snappen elkaar, wij begrijpen elkaar. Ah ja, oké. Dus vooral sussende woordjes gebruiken. Ja. Is het ook belangrijk om het al te benoemen en zo wat je kind hoort als je bepaalde handelingen doet? Ja, sowieso zijn wij geen fan van babytaal. Gebruik maar je eigen mooie, rijke taal. Ja, met babytaal bedoel je dan woorden anders zeggen, ja, verkleind. Dus benoem gerust de woorden zoals ze zijn. Je hoeft niet te zeggen, we gaan dada en dat is het tutut. Zeg gerust, we stappen nu in de auto. En praat zoveel mogelijk met een kind, met jouw kind, in de taal die jij gewend bent. Je hoeft je niet anders voor te doen, omdat in die taal die je zelf spreekt, voel je jezelf het best en geef je het best al die nuances mee in ritme, in intonatie, in hoofde, in laagte. En het is dat wat zo fascinerend is voor een kind. Ja, en dialect... Mag je dat? Geen enkel probleem. Nee. Een kind leert taal en in die taalrijkdom. En ook voor dialect. Bijvoorbeeld, mijn kinderen weten heel goed dat wortelen en pekens net dezelfde dingen zijn. En weten ook heel goed in welke context we welk woord gebruiken. Mm. Dus dat is absoluut geen probleem. Nee, oké. Okay, ja, wat ik bijvoorbeeld doe bij kinderen, is inderdaad die intonatie heel hard aanpassen. Van, oh, wat heb je flink gegeten, die dingen. Is dat ook iets normaal dat iedereen automatisch doet? Het toont dat je meteen jouw mimiek richt op het kind, heel veel oogcontact maakt. In die eerste weken, maanden, ziet een kind nog niet zo heel veel. Dus vooral die wenkbrauwen die bewegen, dat samenspel van een mond die beweegt, waar klanken uitkomen, dat is super fascinerend. En van nature verleggen we onze intonatie, vragen, echt op de behoeften van dat kind. Ja, hoe reageert een kind op je stem? Ik vind dat geweldig, een stem. ze zijn heel gefascineerd door ogen, door een mond die beweegt, door wenkbrauwen die bewegen. En ze willen daar ook wel meer van weten. En soms, als je dan praat met een kind... Dan zeggen we ook van, laat ook wat ruimte voor feedback. Hè. Laat ruimte voor een reactie van je kindje. Ja, stiltes inlassen eigenlijk. Stiltes inlassen, zodat die baby kan zeggen, ik wil nog, hè, door bijvoorbeeld aan je mond te komen of doordat die geluidjes maakt. En dan zeggen we wel eens, je mag gerust die geluidjes nabootsen. Hè. Dan soms zie je dat een kind heel verrast is, van, oh, ze praat dezelfde taal als ik. En zo maak je eigenlijk dat echt contact met een kind en stimuleer je die taalverwerming van dat kind. Ja. Is het ook belangrijk dat ze de lippen goed zien bewegen?
Ja, en die mond is belangrijk, maar eigenlijk is het geheel. He, jouw ogen, de wenkbrauwen die mee optrekken, die mimiek van je handen. Het is het geheel dat het voor een kind, voor een baby, zo fascinerend maakt dat jij vertelt en praat. Ja, nu even terug naar het luisteren, wat je daarnet zei, dat dat heel belangrijk is. Hoe kan je dat nog meer stimuleren? Een babytje voor jou nemen, hè. Heel goed oogcontact maken. Je weet dat een kindje, zeker een heel jonge baby, nog niet lang echt geconcentreerd kan zijn. En gewoon vertellen of praten of benoemen wat je aan het doen bent. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij het verzorgen. Ik ga nu jouw handjes wassen. Ik zie hier 10 vingertjes. De vingertjes samen benoemen. Dat het kindje heel goed ziet wat je aan het doen bent. Dat oogcontact maakt. En dat schept echt een band. En een kind geniet daar heel erg van. Ja, dus zo leren ze eigenlijk al de eerste stappen naar die eerste geluidjes. Wanneer komen die dan? Een kindje begint al vanaf 4 weken, 5 weken, 6 weken, komen er geluidjes. Hè. Dat is een heel assortiment van geluidjes. Bewust, minder bewust. De makkelijke klanken komen eerder. Hè. De A en de E bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mondje dicht doen en een klank maken. Hè. De M, dat komt allemaal. En naarmate de maanden vorderen, zullen die klanken overeind blijven die het kindje zelf heel vaak hoort en eigenlijk weerspiegeld krijgt. Ja, in het algemene term voor al die woordjes noemt men brabbelen. Hè? Daar hebben we een voorbeeldje van. Hi. Ja, schattig, hè? Het is eigenlijk niet echt een taal, hè? Maar het is toch wel bijna een gesprek. Hè? Mama zegt hier bijvoorbeeld dag. Het kindje zegt dag terug. Ziet dan plots zijn voeten, is enorm gefascineerd door zijn eigen voeten. Maar denkt dan plots, is ze er nog? En kijkt terug op en zegt terug opnieuw dag. Om eigenlijk te zeggen, praat verder met mij. Maar je bent al bijna een kinderfluisteraar eigenlijk, als ik dat zo zie. En het kan het zo ondersteunt zelfs met het handje. Ah, ja. Om te zeggen, van wij blijven graag samen in contact. Vertel me verder. Oké, en wat doet hij nog zo buiten de woordjes? Zijn er ook bepaalde dingen dat hij nog doet bij dat brabbelen? Dat oogcontact altijd. Hè. Een kind heeft of maakt graag oogcontact, wordt zo graag bevestigd. En dat kan je ook, hè, als een kindje praat. Je hoeft niet altijd meteen terug te praten, maar door oogcontact te maken zeg je eigenlijk, ik zie wat jij doet, ik hoor wat jij doet. En die aandacht, ja, daar geniet een kindje van. Ja, we hebben ook een voorbeeldje van nog iets dat kindjes heel vaak doen. Dat zijn belletjes blazen. Ja, wil de baby al van alles zeggen dan met die geluidjes, als die dat zo doen? Hier met dat bellenblazen, eigenlijk, als je voor de eerste keer in een auto zit, dan denk je ook, wat is dat hier allemaal? Hè? Een babytje, een tong, speeksel, die lippen die bewegen. Dat is heel fascinerend. Het doet een beetje na wat hij ziet, hè, die mond open en dicht. En dat er dan nog extra dingen gebeuren, zoals speeksel en belletjes, dat maakt het nog fijner voor hem om te zien, kijk eens, ik doe iets en dat heeft ook effect. Want dat vinden baby's heel leuk, iets doen dat impact of effect heeft. En dat is evengoed zo bij volwassenen, maar dat zie je al van jongs af aan, dat ze graag iets doen bewegen, iets tegen iets slaan, om zo te tonen, ik doe iets en er gebeurt iets. Vanaf welke leeftijd doen ze al die dingen, die belletjes en die woordjes? Dat varieert een beetje. Hè. Die brabbeltjes, dat kan evengoed met speeksel en belletjes bijkomen. Dat is vanaf 6 weken en dat naarmate de maanden vorderen, zie je dat dat frequenter gebeurt. En dat je dat als ouder kan ondersteunen door net te spiegelen wat je ziet, door zelf heel veel te vertellen. Dat hoeft niet altijd een bewust praatmoment te zijn. Evengoed zet je je baby dicht bij jou als je de aardappelen schilt. Vertel je wat je gebeurt, wat je die dag nog gaat doen. Die baby geniet sowieso wat je vertelt. En luistert heel goed die eerste 6 maanden naar de intonatie van een zin. En dan kan een baby nog niet die aparte woorden onderkennen. Maar vanaf 6 maanden, 7 maanden, let hij echt wel op de woorden die worden benadrukt.
Ja. En zo ontdekt hij de aparte woorden die ertoe doen. Is dit ook iets universeels, wat alle kinderen doen sowieso? Ja. Onderzoek toont aan dat taalverwerving in de hele wereld op dezelfde manier gebeurt. Dat kinderen eigenlijk alle klanken kunnen maken. Dat dat ook gebeurt in de eerste fase. Maar dat pas daarna er een aantal dingen die minder weerspiegeld worden, die ze minder horen in de eigen taal, worden weggefilterd ten voordele van de woorden die ze wel vaak horen en willen spiegelen. Ja. En makkelijke klanken zijn bijvoorbeeld de m, de b, de a, de e. Moeilijkere klanken, zoals het schuw, komen pas heel later. Ja. Ja. Vanaf wanneer begrijpen ze wel de betekenis achter een bepaald woord? Je zou kunnen zeggen gemiddeld. En daarbij benadrukend, elk kind is uniek. Hè. De ene is vroeger, de andere is later. Maar gemiddeld rond de leeftijd van 1 jaar kunnen ze al wel een woordje zeggen. Maar tegen dan verstaan ze en begrijpen ze al veel meer woorden. Soms 20, 50 woorden dat een kind dan al begrijpt. Hè. Ja. Mama, we gaan weg met de auto, waar is de poes? Het is zeker en vast niet zo dat het kind nog maar 1 woord of geen woord zegt, dat hij niet al heel veel woorden begrijpt, dankzij het vele praten met een baby. Ja, en vanaf wanneer komen dan die echte eerste woordjes? Gemiddeld genomen komt een eerste woordje op de leeftijd van 1 jaar. Maar dat kan variëren. Sommige kinderen zijn veel later. Dat is perfect oké. Okay. Sommige kinderen zijn vroeger. Het ene kindje is graag motorisch bezig. Het andere let veel meer op taal. Maar gemiddeld rond 1 jaar kunnen kinderen al 1 woordje beter of minder goed zeggen. Ja, in elk geval, het kan hele leuke reacties opleveren, die eerste woordjes. Say hello. Hallo. Anna. Not Nana. Say baby. Nana. Baby. Oh, we're sorry. We're sorry. Ja, soms zijn de ouders echt door het dolle heen, hè, bij het eerste woordje. Hè, hier, die mama was niet bewust gezegd, maar hij schrikt enorm van de reactie. Ja. Het kindje dat baby na zei, waarschijnlijk had de mama ook een hele felle uitdrukking op haar gezicht. Want het woord komt niet alleen, ook het hele gezichtsuitdrukking wordt gekopieerd. Ja, je zei daarnet al dat herhaling vaak bepaalt wat de eerste klanken of de eerste woordjes zijn. Ja, en ook wel de interesse van het kind. Ja. In mijn geval bijvoorbeeld, mijn zoon, zijn eerste woordje was bal, denk ik. Dat hoeft dus zeker en vast niet altijd mama en papa te zijn. Nee, dus ze moeten niet teleurgesteld zijn. Nee, die eigen wil zit er dan al in en ze bepalen soms zelf wat ze als eerste woordje zeggen. Ja. Hoe snel gaat het na het eerste woordje? Qua aantal woorden dat een kind begrijpt, dat gaat echt in gigantisch snel. Soms dan zeggen we wel eens, tegen de leeftijd van 1,5 jaar zegt een kind wel 2 woordzinnen. Bijvoorbeeld koek eten, bijvoorbeeld. Ja, ja. Tegen de leeftijd van 2 jaar, 2,5 jaar, zijn dat zinnen van 3 à 5 woorden. Maar nogmaals, de ene zijn veel sneller dan de andere. Mm-hmm. Het heeft te maken met interesse, met durven praten en ook met je kind stimuleren om zoveel mogelijk te praten. Door te praten, maar evengoed door boekjes te lezen. Is het belangrijk dat snel genoeg gaat, zodat het kind zich snel genoeg kan uitdrukken? Ja, want voor een kind is het natuurlijk ook wel fijn, het ondersteunt zijn welbevinden, dat het zich kan uiten. En dat het zich verstaanbaar kan maken. En ook wel dat hij zo meer en meer zichzelf wordt, meer mens wordt. Dus je kan je kindje alleen maar plezier doen door er veel mee te praten. Ja, het gaat bij de een al sneller bij de andere. Vanaf welke leeftijd kan je best, als het kindje nog steeds niet praat, is gaan horen bij een arts of zo? Algemeen denk ik dat ouders hun kind heel goed kennen. En willen we zeggen, als jouw buikgevoel zegt, er klopt iets niet, of ik maak me toch wel wat zorgen, om daar zeker en vast niet mee te blijven zitten. Als ouder weet jij wat wel, wat niet. Zie je zelf ook wel, waar is hij wel in geïnteresseerd, of wat doet hij wel, of wat loopt moeilijk. En dan zou ik zeggen, bespreek het met je arts, of evengoed op een van de consultaties bij Kind en Gezin, en vraag of uit waarover je bezorgd bent. Oké, maar zo ver hoeft het voor alle duidelijkheid niet altijd te komen. Nee. In elk geval heel, heel hartelijk bedankt voor het interessante gesprek. En wij gaan zo meteen nog even door met een logopediste over spraak- en taalontwikkeling.